Hey, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mierenspecialist.nl. In de vorige video van de Lasius Umbratus zagen we dat er twee koninginnen de kolonie van Lasius Niger binnen waren gedrongen. En na enig gevecht leken beide koninginnen toch geaccepteerd te worden. Zoals je hier ziet, is dat nog steeds het geval. De beide koninginnen leven nog steeds, ook de Niger-koningin is nog in leven en de kolonie zit er eigenlijk heel rustig bij. De werksters lopen rond, zorgen voor de koninginnen en de koninginnen zitten dus ook heel dicht bij elkaar, zoals je hier kan zien. Het lijkt er helemaal niet op dat ze elkaar nog aanvallen of dat er gevochten wordt. Dus ik ben heel benieuwd hoe het verder gaat met deze kolonie. Ook de tweede dag na de introductie ziet er nog heel rustig uit. De Umbratus koningin zit rustig in het nest. Ze wassen elkaar. Ze gaan naar de Lasius Niger koningin ook te voelen, te wassen. Zichzelf rustig zitten te wassen. Je ziet dat de werksters er ook rustig bij zitten. Het hele paniek in het nest, wat bij het begin van de introductie was, is helemaal verdwenen. En ik denk dan ook dat deze introductie wel heel geslaagd is. Dus, nou ja, ik blijf ze nog volgen en regelmatig video's nemen. En dan gaan we zien hoe dit verder gaat. Je ziet dat die Umbratus koninginnen regelmatig hun achterlijf wassen. Of ze dit doen om, ja, bijvoorbeeld hun zichzelf gewoon schoon te houden. Of omdat ze ook eitjes gaan leggen, weet ik niet. Maar ik verwacht dat om eitjes te leggen, dat ze ook eerst wat eten moeten krijgen. Want de Umbatische koninginnen krijgen dus niet zoveel eten mee in hun bruidsvlucht. En daardoor moeten ze eerst gevoerd worden voordat ze goed hun eitjes kunnen ontwikkelen. En dan kunnen ze pas beginnen met eitjes leggen. Hier zie je ook dat inderdaad zo'n Umbratus koningin gevoerd wordt. Deze keer door een Lasius Niger werkster. De Umbratus koningin is heel dankbaar en gaat ook direct erop af. In de eerdere video zagen we natuurlijk dat de Lasius Niger koningin zelfs voedsel gaf aan die Umbratus koningin. Maar hier nou worden beide Umbratus koninginnen gevoerd door een werkster. Dus die werksters gaan buiten het nest het voedsel zoeken en die Umbratus koninginnen worden gevoerd. En normaal doen de werksters dat ook bij een Lasius Niger koningin. Maar deze koninginnen worden dus gewoon geaccepteerd als onderdeel van de kolonie. We zijn inmiddels 3 dagen verder. Alles zag er heel goed uit. Maar vandaag keek ik en was ik een beetje geschokt. Want zoals je ziet is één van de koninginnen dood gegaan. Ik moest even goed kijken welke koningin het was. Maar het is een van de Umbratus koninginnen die hier dood ligt. Alle werksters zitten er eigenlijk bij. Ik weet niet hoe het gebeurd is of de koningin hebben gevochten dat ze dood is gegaan omdat ze te weinig eten heeft gehad. Dat zou ook een goede reden kunnen zijn. Of dat de werksters haar uiteindelijk toch hebben doodgemaakt omdat ze niet geaccepteerd wordt in het nest. Ja, dus dit is wel een tegenvaller. Ik had gehoopt dat ze met z'n drieën eigenlijk nog een tijdje vooruit konden. Maar dat is niet gelukt. Ik ga natuurlijk verder volgen hoe dit gaat. Ik hoop dat de twee andere koninginnen het wel nog lang uithouden samen. Vond je dit een leuke video? Doe dan even een duimpje omhoog. Laat zeker een reactie achter en abonneer je op mijn kanaal. En hopelijk tot de volgende video.